Hey hoi, wat leuk dat jullie vandaag naar mijn video kijken. Ik wil jullie vandaag mijn opdracht laten zien voor de thuisopdracht van het Artus beeldend dagboek. En ik wil jullie gewoon op deze manier ook een beetje laten merken hoe groot mijn passie is voor illustratie en tekenen en hoe vrolijk ik ervan word. En ik wil jullie toch een klein stukje van mezelf meegeven, ook al word ik misschien niet aangenomen. Ja, ik vind het gewoon een hele mooie kans. Allereerst, ik ben Ragonda, ik ben 20 jaar oud, of 20 jaar jong, net hoe je het zegt. En ja, sinds dat ik me al kan herinneren, sinds jongs af aan ben ik al gek op creatieve dingen, tekenen, alles wat erbij komt kijken. Maar pas sinds een paar jaar ben ik er echt weer wat meer mee bezig en ook wat serieuzer. Ik las dat de opdracht voor het Artus een beeldend dagboek moest zijn. Toen ben ik gaan denken van, wat wil ik nou precies gaan doen? Op een gegeven moment had ik vrij snel in mijn hoofd wat schetsjes gemaakt die ik jullie wel zal laten zien. Hey, ik heb best wel wat dingen in mijn leven meegemaakt, best wel wat lastige dingen ook. En toen ik gewoon in een heel diep dal in mijn leven zat, ben ik begonnen met elke dag 3 hele kleine dingen opschrijven. Maakt niet uit wat het was, waar ik die dag dankbaar voor was of wat die dag goed was gegaan. Of gewoon een leuk klein dingetje wat was gebeurd. Het kon zijn van de zon die even scheen of het lekkere kopje koffie wat mijn moeder misschien voor me had gezet. Of dat iets die dag wel lukte, dat ik me iets beter voelde. En door dat consistent elke dag te gaan doen, begon ik me steeds wat beter te voelen. En er zijn natuurlijk heel veel dingen die ik heb gedaan, zodat het uiteindelijk beter ging. Maar dit is gewoon iets wat tot vandaag de dag ik nog steeds gebruik. En wat me gewoon elke dag heel erg helpt. Je merkt ook gewoon, als je dit elke dag doet, dat je onbewust steeds meer gaat genieten. En ja, dankbaarder bent voor alle kleine dingen in je leven. Op dit moment wist ik dat het 14 dagen moesten zijn. En toen dacht ik, hey, weet je wat leuk is? Ik werk in een art supply shop in Elburg. En ik heb laatst gezien dat we van die zigzagboekjes hebben die je open en dicht kan doen. En als je hem uit elkaar doet, dan heb je al die leuke vierkante plaatjes. Dus ik dacht, hey, daar ga ik wat mee doen. En ik wil eigenlijk iets heel persoonlijks maken. En ik wil elke dag iets meegeven. En ik dacht dus, ik wil wat persoonlijks maken. Wat kan ik nou het beste doen? Ik ga voor elke 14 dagen ga ik naar iets kleins in mijn leven kijken. De kleine grote dingen. En daar ga ik een illustratie van maken per dag. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben in mijn schetsboek allemaal dingen gaan opschrijven. Dit kunnen jullie ook in mijn portfolio zien. Dus ik ga jullie hier nu niet mee vermoeien. En uiteindelijk is dit het geworden. Een klein boekje. Ook echt van hard karton gemaakt. En alles daaraan is zelf gemaakt. Ik zal het op de foto's beter laten zien. Maar oké, dat was niet handig. Nu wil ik er 2 dingen uithalen. De eerste is dag 2. Deze tekening betekent heel veel voor mij. Omdat ik, toen ik me ook slechter voelde, ben begonnen met wandelen. En deze dag was ik gaan wandelen. En zag ik dat er een meerkoet was. En hij had geloof ik een heel zwaar verzwikt pootje. Het zat gewoon echt niet goed. En ik had al de dierenambulance gebeld. Uiteindelijk waren ze niet gekomen. Na 4 dagen zat hij er nog. En het ging steeds slechter met hem. Dus uiteindelijk is de dierenambulance gekomen. Ze waren zelf bang voor vogels. Dus we hebben hem op die manier gevangen en gered. Die dag was gewoon heel speciaal. En het idee dat dat diertje is geholpen. Ja, dat helpt gewoon heel erg. En ik kan weer met een gerust hart naar bed. Ook is dag 13 speciaal voor mij, omdat ik laatst in de ochtend uit mijn raam toevallig hier keek. Toen ik aan het tekenen was voor deze opdracht. En ik zag opeens een pimpel mee zitten. En deze vogels waren heel belangrijk voor mijn oma vroeger. Ja, dat is toch altijd een dingetje wat goeds betekent. En ik word gewoon heel vrolijk van vogeltjes. Ik heb zelf ook een papegaai. Ik ben gek op die beestjes. Ja, het is een hele simpele tekening. Ik heb hem ook uit losse pols gewoon direct gemaakt. Maar daarom zijn ze wel heel schattig. Herkennen jullie deze trouwens? Nou, ik kan van het boekje nog wel een minuut of 5 of 10 doorpraten. Want ja, mijn hart en ziel zit er gewoon in. Het is gewoon een persoonlijk stukje van mezelf wat ik jullie wil meegeven. En ik hoop heel erg dat ik jullie deze een gesprek kan laten zien. En ook mijn passie voor illustratie kan overbrengen. En ja, hoe vrolijk ik ervan word en hoeveel het voor me betekent. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video in ieder geval. En hopelijk tot snel. Hele fijne dag nog. Doei doei!